we hebben vorig jaar contact gehad met de mensen van het orkest. En zo van, nou, we zitten in dezelfde stad, wat kunnen we doen? Wat is leuk om samen te doen, om elkaar te helpen eigenlijk, te promoten? En toen kwam dit eruit van, nou, laten we de opkomstmuziek, hè, laten we muziek doen, maken voor het toernooi, componeren. Ja, en dat is dus gebeurd. En ja, het was zo indrukwekkend, maar dan hoor je het vandaag met 60 muzici. En dat is echt indrukwekkend. En ik denk nu, Erik van Tijn, die gaat dan nog afmixen, zou ik maar zeggen. En ik denk, als de spelers dan opkomen met het showlicht, met deze muziek, ik denk dat het ongelooflijk inspirerend is voor de spelers. En voor het publiek, ja, de verwachting alleen maar opbouwt en ja, het alleen maar toch wat extra geeft. Hè? Meer beleving, en dat wil je, dat mensen naar het toernooi gaan, mooi tennis zien, maar echt het gevoel hebben van, god, wat is dit toch allemaal gaaf wat er gebeurt.